Hallo allemaal, daar staan we weer voor Leiden Centraal. En normaal, als ik hier ben, dan begint mijn reis in die hal en ga ik met de trein. Maar vandaag doen we het even anders. Vandaag begint mijn reis daar, bij het busstation. Ja, je hoort het goed. We gaan een busvlog doen. Want een tijdje terug toen stond ik hier en toen ging ik met de SNG reizen. En terwijl ik hier stond te praten, toen zag ik opeens iets. Toen zag ik namelijk een elektrische bus rijden. En ik dacht, het is leuk, nieuwe elektrische bus in Leiden, die was er nog niet. Daar ga ik een keertje mee. Nou heb ik niet heel veel verstand van bussen, ik ben de treinman. Dus heb ik vandaag een vriend mee. Dit is Robert-Jan. En Robert-Jan die weet veel meer van de bussen in Leiden dan ik. Dus dan gaan we nu samen lijn 1. Lijn 1 pakken richting De Vink. Is mooi, staan er gelijk twee. Daar staat er eentje. En wij pakken die. Die meenemen. Ja? En die ook, hè? Ja, alsjeblieft. Dank u wel. Ja, laten we gaan zitten. Normaal als ik met het OV reis, neem ik natuurlijk altijd mijn OV-chipkaart mee. Maar dit keer betaalde ik met mijn bankpas een papieren kaartje. Lekker ouderwets. Dit kaartje kostte €2,20 en heet de gemakskaart. Binnen een bepaalde tijdsperiode mag je 1 keer overstappen. We hebben het even uitgerekend en die €2,20 was goedkoper dan 2 losse ritten. Tel uit je winst. Nou, we staan nog op Leiden Centraal. We zijn net ingestapt. Even tijd voor een eerste indruk. Wat me opvalt is allereerst de vloer. Lijkt alsof die van hout is. En verder, ja, hij ruikt nog nieuw. Ja. Is er iets wat jou opvalt? Ja. Oplappend. Oplappend? Oh. Ja. Heel praktisch. Ach, jij hebt gewoon stroom voor je telefoon nodig. Wat doe je moeilijk? Ja, dat is waar. Het heerlijke aan deze bus is dat hij echt heel erg stil is. Hij fluistert door de stad. Het is misschien een beetje gevaarlijk als je op de fiets zit. En wat vinden we van de beenruimte? Heerlijk. Ja, ik ben dan wel 1,90 meter. Ben je 1,90 meter? Kwijt. Moet je nagaan. Het is zo. Ja, volgens mij zijn wij in deze bus. We'll be right back.
Je hebt hier een zee van ruimte. Dat vind ik wel heel lekker. Oh, let's go. Elektrisch. Nou, we staan hier dus nu op station De Vink. Dat ligt op de grens met Leiden en Voorschoten. En de reden dat we naar De Vink zijn gekomen is omdat hier voor mij iets super vet staat. Kijk, hier laden ze dus op. De bussen hebben dus gewoon stroomafnemers, pantografen. En dan rijden ze dus op de accu naar De Vink. En dan gaat die stroomafnemer omhoog tegen dat ding aan. En dan laat hij dus gewoon stroom genoeg voor de volgende rit. We kwamen er later achter dat de afnemer dus niet op de bus staat, maar in de mast. Dus de stroomafnemer gaat eigenlijk omlaag, niet omhoog. Even een paar details van het exterieur. Nu we niet meer in gesprek zijn met de grappige buschauffeur. Die lampen vind ik heel mooi. Hij heeft een beetje een botsinkje gehad hier. Nieuw Arriva logo, hij is dus van Volvo. Kijken we een stukje verder. Ja, zo'n wit randje op de deuren hebben we nog niet gezien bij andere bussen. Natuurlijk logo van Leiden erop. En wat me opvalt is dat de daken hoger zijn dan andere bussen. Dus ik denk dat het komt omdat het apparatuur dan daarboven staat. De chauffeur van deze bus, overigens een van de vriendelijkste buschauffeurs die ik ooit heb meegemaakt, die wist me net te vertellen dat op zijn snelst laat de bus in een half uur op, maar 's nachts als ze hem in de stekker stoppen, dan gaat het wat langzamer. Nou, hier op De Vink willen we deze bus review afsluiten. De nieuwe elektrische bus van Arriva in Leiden. Wij pakken hem nog even terug naar Leiden Centraal. Ondertussen kunnen jullie een broodje halen. Nee, broodje halen is zeker een goed idee. Maar ik bedoelde meer abonneren, want we gaan die 1000 binnenkort halen, jongens. Wij dachten dat we hiermee de video hadden afgesloten. Maar het grootste avontuur bleek nog te komen. Nou, we zijn weer terug op Leiden Centraal. Ik kan trouwens inchecken met je bankzak. Er staat daar een busremise en wat onze chauffeur ons net wist te vertellen is dat we waarschijnlijk naar binnen kunnen lopen en meer van die bussen kunnen zien en misschien ook wat meer details. Dus we gaan het proberen. Nou, dit is de remise. Kijk, ben jij hier ooit geweest? Kijk uit hoor. Ik zie voorlopig nog geen elektrische bussen, maar daar tanken ze en daar wordt er aan de bussen gesleuteld. Oh, worden ze er ook gewassen? Daar wordt de bus gewassen. Ik loop nu dus gewoon in een busremise. Dat heb ik nog nooit van mijn leven gedaan. We hebben even een chauffeur gevraagd waar die dan staat. Hij staat helemaal achterin en we mogen er gewoon naartoe. Het zijn er 5, hè? Het zijn er 5, oh. Zo laat hij dus langzaam op. En bij
wij zijn de zes toen waar we net waren, laten we dus via de boot kotten. Ja. Dat is binnen een half uurtje gebeurd. En dit duurt dus de hele nacht? Ja, dat is een soort... En nu hebben we dus toestemming om naar binnen te gaan. Wat is dat? Hier kun je bestellingen ophalen. Het is dus de bestuurderscabine. De chauffeur die vertelde mij dat ze nog altijd aan het leren zijn, maar ik vond het best soepel gaan. Nou, dit heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. In een lege bus in de remise lopen. Is dat mooi? Nu, je zou hier een leuk feestje kunnen geven ofzo. It's gonna be a cool party. Nou, laten we dan hier in de lege bus in de Arriva Loods in Leiden deze video afsluiten. Bedankt voor het kijken. Abonneer alsjeblieft, want we gaan bijna die 1000 redden. En tot de volgende keer.